MSD Animal Health is geschrokken van de diefstal van 6 beagles door dierenactivisten. De honden werden dinsdagnacht weggehaald bij een hondenfokker in Eschare. MSD is de eigenaar van de honden. De activisten namen de honden mee omdat MSD de dieren anders zouden gebruiken voor dierproeven. De anti-dierproevencoalitie brak in bij dit dierenpension en nam de 6 honden mee. De dieren zouden zijn ondergebracht bij gezinnen. Nou, we zijn door de eigenaar van die kennel geïnformeerd dat overnacht erin gebroken is en 6 honden verdwenen zijn. We waren daar behoorlijk geschrokken van. Dit is nog nooit eerder gebeurd in dit bedrijf. Dus dat is een nieuwe ervaring. We zijn nog heel erg bezorgd over die 6 honden, wat daarmee gebeurt. Want op dit moment weten we alleen maar dat die honden verdwenen zijn, maar verder niet. Niks. Dat er dierproeven worden gedaan, kan de directeur niet ontkennen. MSD is verplicht alle diermedicijnen te testen voordat ze de markt opgaan. Ook al is het medicijn al jaren in gebruik. En wij als diergeneesmiddelbedrijf zijn verplicht voor alle producten die wij de markt opbrengen, die producten van tevoren op werkzaamheid en veiligheid te testen. En dat moet in die dieren gebeuren waar die producten voor bestemd zijn, in dit geval vaccins. Dus die moeten we net zo ook in honden testen voordat die producten de markt op kunnen en dan de dieren van jou en van mij te kunnen beschermen. De activisten laten op internet weten zichzelf aan te geven bij de politie. Het is onzeker wat er nu met de 6 beagles gaat gebeuren.